Nou, we gaan starten. Mensen die nog koffie zitten te drinken of op het toilet zitten, die komen vanzelf binnen. Mijn naam is Fred Rodenburg. Ik ben van SIDN. En mij is wat gevraagd om hier in jullie cursus wat te vertellen over wat wij met SIDN, met DNSSEC doen. En dat ga ik doen. Ik ga even kort voor de mensen die ik niet kennen en voor de anderen een mooie opfrisbeurt. Wat is SIDN? Waarom zijn wij op aarde? Waar staan wij? Klein beetje DNS-misbruik. Ik verwacht dat jullie als experts ondertussen het meeste daarvan wel zullen kennen. En dan wat doen wij met DNSSEC? Hoe ziet onze implementatie eruit? Hoe gaan wij DNSSEC in het .nl-domein invoeren? Even voor mijn begrip, zijn hier in de zaal registrars van ons? Eén registrar van Tunix, oké. Straks komt ook even een klein stukje het businessmodel. Dan krijg je wat beeld van hoe wij in de wereld staan en hoe DNSSEC ook bij ons op netvlies staat. Nou, eerst maar eens even SIDN. We zijn een onafhankelijke private organisatie. We zijn een stichting, dus we zijn non-for-profit. We zijn sinds 1996 verantwoordelijk voor het .nl-domein. Daarvoor was meneer Piet Beertemaat, maar ja, die kon het omstreeks die tijd niet meer alleen trekken. En daarom is de stichting Internetdomeinen Registratie Nederland in het leven geroepen. Op dit moment hebben we 70 medewerkers en we hebben circa om en nabij de 1800 registrars. Dat zijn onze tussenpersonen die tussen ons staan en de domeinnaamhouders. Waar staan wij voor? Wij zijn verantwoordelijk voor de .nl-extensie, door het landje .nl binnen internet, zeg ik altijd. En daarin hebben we drie taken. Eén is registreren. We zijn het kadaster van het internet. We verdelen de naampjes. Maar daarnaast, een hele belangrijke, zijn we verantwoordelijk voor de publicatie en de resolving. Als wij lopen te slapen en een aantal van onze systemen gaan plat, dan kan het .nl-domein zomaar niet meer bereikbaar zijn. En we zijn verantwoordelijk voor de informatiediensten. En dat is vooral voor de gebruiker de whois. Wie zit nou achter de domeinnaam? Wie is de houder en wie is de tussenpersoon die daartussen zit? We handelen zo'n miljard zoekopdrachten per dag af op het .nl-domein. Dat zijn vooral queries op onze nameservers. En daarnaast proberen we meer te zijn dan .nl. Wij zijn onder andere ook druk bezig, voor de mensen die dat misschien weten, de ICANN heeft de toplevels vrijgegeven, dus er mogen nieuwe toplevels bijkomen. En wij willen onze diensten en onze expertise inzetten om ook andere toplevels te ondersteunen, mochten die er zijn of mochten die er komen. Even voor de begripsvorming, wat is .nl, hoe groot is dat nou? Je ziet hier een groeicijfertje. Toen we in 1996 begonnen, waren er nog geen 10.000 domeinen. Dit is een plaatje van oktober 2011. 4,7 miljoen domeinnamen. We zitten nu ruim op de 4,8 miljoen. En dat is al best wel veel voor een landje waar 16 miljoen inwoners zijn. Om dat ook even in perspectief te zetten met de rest van de wereld. Misschien een beetje moeilijk leesbaar, maar als je kijkt naar de country codes, naar de landen, TLD's, zijn we de op drie na, of op twee na grootste, zijn op de derde plek van de wereld. Voor zo'n klein rot landje als Nederland is dat toch best bijzonder. Sorry? Nou, China is er al overheen geweest, maar is weer teruggevallen. Ja. Ja. Het even in perspectief te zetten. Hè. Het allergrootste toplevel in de wereld, dat is .com. .com heeft net zoveel domeinnamen als alle andere toplevels bij elkaar. In de orde van grootte van 80, 90 miljoen. Ruim 90 miljoen domeinnamen. Maar toch op die schaal, als je er kijkt in, als je alle toplevels erbij pakt, dus niet alleen de country codes, dan staan we op de zevende plek. En dat is best fors. Dus we zijn best een groot aandeel van het internet. Wie zijn dan onze klanten?
Dat zijn de registrars, de tussenpersonen. Wij doen geen, het is voor houders niet mogelijk om rechtstreeks bij ons domeinnamen te registreren. Dat gaat altijd via een tussenpersoon, altijd via een registrar. Daarnaast zijn onze klanten de registrants, de domeinnaamhouders. Die zien we wel degelijk als een klant, want daar doen we het uiteindelijk voor. Daar leveren we de dienst aan, maar we doen dat via zo'n registrar. En niet te vergeten de internetgebruik, want je zag ons, hè, nummer 2 was resolving. En dat doen we niet alleen voor de houders en dat doen we niet alleen voor de registrars, maar dat doen we vooral voor de gebruikers van het internet. Dus dat is de bereikbaarheid van het .nl, domein. Nou, hier nogmaals, het bedrijfsmodel, je ziet, er is geen directe link tussen de houder en SIDN. Het gaat soms wel dieper, je hebt ook registrars die weer resellers hebben. En zelfs die hebben weer resellers en die hebben weer resellers. Maar wij kennen alleen deze laag, de registrars waar wij zaken mee doen. En de houder. En alles wat ertussen zit, deze reseller, is de verantwoordelijkheid voor deze registrant. Dus als daar iets misgaat, spreken we deze persoon aan. Kijken we naar onze missie en onze kernwaarden. Volgende slide is onderstreept. Wat voor DNSSEC zeker van belang is... Wij willen gezien worden als onafhankelijke autoriteit. Onafhankelijk in de zin dat we niet gestuurd worden door iemand dan ook, maar wel een autoriteit, dus een kennispartner. We werken voor Nederland en vanuit Nederland. En we werken aan een duurzaam en zorgeloos digitaal bestaan. Daarnaast investeren wij in de ontwikkeling van het internet, zowel in nieuwe technieken als betrouwbaarheid. Nou, de belangrijke voor DNSSEC hierin is dat wij willen gezien worden als expert, onafhankelijk expert, ook op het gebied van DNSSEC. En een belangrijke reden waarom wij met DNSSEC aan de gang zijn, ligt in dat duurzame en zorgeloze bestaan. Nou, hier zijn wat... Een beetje lachen, want ik denk dat de deelnemers van de cursus het woord zorgeloos nou niet direct aan DNSSEC. Nou, de reden van het bestaan van DNSSEC is juist dat gat in dat zorgeloze. Dat je als gebruiker niet meer zorgeloos ervan uit kunt gaan dat je daar komt waar je wil wezen. Nou, we zijn vanuit die gedachte van een veilig internet, een digitaal zorgeloos bestaan, nemen wij deel aan een groot aantal activiteiten. Een van de dingen die ik kan noemen, dat het .nl domein wordt gezien in de wereld als een van de veiligste domeinen die er zijn. En dat is ook waar we echt actief naar streven en waar we ons best voor doen. Nou, als het goed is, zal dit voor jullie niet iets bijzonders zijn. Wat kun je nou met DNSSEC, of wat kun je zonder DNSSEC? Dan kun je de boel voor de gek houden. He, af en toe kun je een andere website tonen. Je kunt een deel veranderen. Je kunt meelezen met e-mail. Maar hoe erg is dat nou? Hè? What the heck dat ik af en toe op een verkeerde webpagina aankom. Nou, dat is wel goed om bij over na te denken. Want iedereen kent natuurlijk het geval van, het zou niet handig zijn als ik bij de verkeerde bank uitkom. Dat is niet zo leuk. Maar op zich is dat redelijk goed afgedicht. Hè? Ik zit dan bij de ING, krijg sms'jes en er zijn mooie getalletjes. Dus wat kan daar nou misgaan? Nou, wat dacht je aan dingen als beurskoersen? Waardoor ik, we weten allemaal hoe snel het tegenwoordig gaat met informatie. Als ik in staat ben om verkeerde informatie te verspreiden die geaccepteerd wordt als de waarheid, kan ik daar heel veel mee. Als ik wat kan doen in de beurskoersen waarvan ik weet dat het gaat gebeuren, kan ik een rijk man worden als ik daar slim genoeg mee bezig ben. Hetzelfde geldt voor weersinformatie. We hebben vorige week bijna een Elfstedentocht gehad. Stel je nou voor dat ik even had gepubliceerd, hij gaat door. En mijn kamer voor
400 euro had doorverkocht die ik in had gekocht voor 90 euro. Het zijn allemaal, het lijkt niks, maar het is groot. Nou, die laatste, inbreken in bedrijfsnetwerken. Ja, daar hebben denk ik de laatste tijd, KPN is daar een voorbeeld geweest. Het is natuurlijk niet alleen aan DNS gerelateerd, maar het zijn wel allemaal door gebruik te maken van de gaten die DNS biedt, kun je hier misbruik van maken. Nou, zo'n voorbeeld van wat kan ik dan doen aan zo'n website. Deze heeft een collega van mij in elkaar geknutseld. Dit is de website van Amazon, daar kun je dingetjes kopen. Hier een boek DNS voor Dummies. Altijd handig als je aan DNS begint dat je snapt wat DNS is. Dus laten we het boek eens kopen. Het klopt allemaal. De link klopt. Nou, perfect. Ik bestel het. Maar wat is er in werkelijkheid gebeurd? Er zit iets tussen. Ik word omgeleid naar de verkeerde site. Sleuteltje klopt dat niet. Dat klopt, ja. Maar je ziet hier dat dit betekent dat hij niet gevalideerd of dit is niet een foutwaarschuwing. Dit is alleen maar dat dit domein niet DNSSEC gesigned is. Als het fout zou zijn, dan zou die rood zijn. En als die DNSSEC gesigned zou zijn, zou die groen zijn. Maar hier word ik stiekem $2 afhandig gemaakt. Ik denk niet dat ik het zou opmerken, want ik betaal gewoon. Het valt helemaal niet op. Maar iemand kan wel rijk worden op deze manier. En als je dit af en toe doet, dan moet je een beste kerel zijn om gepakt te worden. Nou, als je kijkt naar dat duurzaam en vooral zorgeloos digitaal bestaan, dat is dus iets wat we binnen het .nl-domein, waar we actie op willen ondernemen. Want wij staan juist in voor een veilig .nl-domein, waar dit soort dingen niet gebeuren. Het ergste wat ons, wat SDN kan overkomen, is dat mensen het .nl-domein niet meer vertrouwen en allemaal zeggen, nou, ik ga wel naar .com. Nou, dan bestaat .nl niet meer of we gaan in de marge bestaan. En we hebben juist een naam heel hoog te houden. Dus daarom gaan wij ook DNSSEC invoeren vanuit dat zorgeloos bestaan. Daarnaast, het gaatje wat er in DNSSEC zit in de resolving kant. En daar zijn wij voor verantwoordelijk. Dat is de tweede reden. Laatste, dat is meer een opmerking. We doen het niet omdat de markt ernaar vraagt. Want er is absoluut op dit moment geen vraag vanuit de markt. Er is geen registrar die ons heeft gevraagd, jongens, schiet nou op met DNSSEC. Want wij willen graag DNSSEC domeinen registreren bij jullie. Want onze klant vraagt ernaar. Helemaal nergens. Sterker nog, wij gaan als onderdeel van ons DNSSEC project, gaan we onze registrars helpen om die vraag te creëren. We gaan dus een heel onderdeel van het project is ook een adoptieplan. Hoe kunnen wij DNSSEC op een hoger level krijgen binnen .nl? Eigenlijk hoeven jullie dit niet te vertellen. Hè? Wat is DNSSEC? Toch maar eventjes noemen. Wat je kunt doen is de afzender authenticeren. Dus je weet dat het antwoord wat je krijgt van de DNS-resolver, dat je dat kunt vertrouwen. Dat is het belangrijke gaatje wat DNSSEC gaat dichten. Het zorgt ook dat de inhoud van het antwoord daarmee te vertrouwen is. En, niet onbelangrijk, ook als je het antwoord krijgt van de resolver, deze domeinnaam bestaat niet, dat je ook kunt checken of dat antwoord juist is. De metafoor die wel eens gemaakt wordt is, als het goed is, wat ik vorige week heb begrepen, is dat jullie dit plaatje ook gezien hebben. DNSSEC is als een envelop met een stempel erop, maar wel een doorzichtige envelop. Je kunt er wel in kijken, alleen je weet zeker dat wat erin staat, dat dat niet gewijzigd is. Waarom is dat dan zo belangrijk dat wij als SIDN hier stap in ondernemen? Nou, dat heeft vooral te maken met die hele DNS-keten. Want je kunt aan de onderkant het .nl-domein wel signen, dat is hartstikke mooi. Maar
DNS werkt top-down. Dat betekent, als ik dit sign, ik moet wel zeker weten dat die sleutel waarmee ik gesigned, waarmee ik kan checken of dat signature waar is, dat die vertrouwd wordt. En het hele DNSSEC-implementatie gaat ervan uit dat je die in een hoger level zet. Maar dan moet je het antwoord van ons wel vertrouwen. Anders heb je er nog steeds niks aan. En daarom staat onze sleutel in de root. Dat stuk, deze eerste stap in de keten, die hebben we in 2010 al genomen. Dus het .nl-domein is al DNSSEC. Allemaal met als doel om één anker te hebben wat je vertrouwt. En dan vanuit daar naar beneden de beveiliging zeg maar dicht te zetten. Op het moment dat ergens in deze keten iets is wat je niet vertrouwt, ja, dan valt het hele stukje in duigen. Dit is onze zone. Gesigned met twee sleutels. De zone zijn een key en de key zijn een key. Ik ga er even vanuit dat jullie daar in deze cursus op in zijn gegaan hoe dat werkt. Bij ons is het zo dat wij elke 2 uur een nieuwe zone publiceren. Dus als jij elk even uur wordt de zone op onze nameserver gezet. Dus als je een domeinnaam registreert 1:01, dan staat hij 1 minuut later in de zone. Als je hem 1:02 registreert, dan staat hij om 4 uur in de zone. En elke keer wordt onze zone gesigned. Met de zone signing key. En de key signing key, die is wat belangrijker. Die gaat veel langer mee. Dat is die bewuste key die in het top-level staat, in het puntdomein. En je ziet dan ook dat die zwaarder is. Dus die is 2048 bits in plaats van de zone signing key die 1024 bits is. En die is ook veel langer geldig. Onze zone signing key die wordt gerold elke 90 dagen. En de key signing key is de bedoeling dat die een paar jaar mee kan gaan. Dat voor waarom we doen. Eerst onze plaats op internet en waarom wij dit invoeren. Dan even een stukje achtergrond of hoe wij dat in gaan voeren. En dat is voornamelijk, we hebben hier één registrar die zal misschien, werken hier met EPP of met de webinterface? Dat gebeurt op een andere afdeling, volgens mij webinterface. Webinterface. Nou, het stukje wat ik hier heb laten zien is de webinterface. Dit is onze webinterface van de registratieapplicatie. Dus daar gaan onze registrars, de gegevens over domeinnamen in. En daar zul je ook DNSSEC-gegevens extra in moeten voeren. Namelijk die bewuste sleutel die je bij ons wilt publiceren. En wij vragen aan de registrar om de DNS-key bij ons te registreren. Die wordt bij ons in de zone gezet als DS-record, dus die moet versleuteld worden. Daarom hebben we ook het hashing-algoritme wat de registrar gebruikt, moet die opgeven. Dat is deze. En als laatste bieden de RFC's de mogelijkheid om met twee keys te werken. Een zone signing key en een key signing key. Maar het is ook mogelijk om alleen met een zone signing key te werken. En dat betekent dat je bij ons moet aangeven welke key registreer je bij ons. Als er vragen zijn, dan schiet gelijk, hè? Ja, sorry. Geeft hij alleen een publieke sleutel? Net zei dat ze ook de DNS-key aan jou geven? Wij vragen het publieke deel van de DNS-key. Oké, wie genereert het DS-record? Wij genereren dan een DS-record. En die zetten wij weer voor de registrar in de zone. Weet je ook waarom dat makkelijk is? Waarom dat eigenlijk het beste is, in plaats van te vragen naar een DS-record? Ik kan me voorstellen dat er wel meer mis mee kan gaan en dat het meer vertrouwd wordt. Er is een operationele reden, waarom je dit zou doen. Herinner je nog de crypto agility in de DS? Dus je kunt DS
maken met verschillende hashes. Stel je nou voor dat, dat de hashes die nu beschikbaar zijn, dat daar problemen mee zijn op een tijdschaal van zeg een jaar. En SDN is ongelooflijk succesvol geweest en alle zones die zijn netjes gesigned. En nu moet binnen een jaar moet je nieuwe DS records neerzetten met het nieuwe hashing algoritme, nummer 3. Als je dan terug moet naar al je klanten en zegt, kunnen jullie mij een nieuw DS record toesturen, dan schaalt dat niet. Dat is bijvoorbeeld de reden waarom 2535 de eerste versie van de standaard niet schaalde. Je moest de hele tijd terug naar je klanten als jij een actie wil ondernemen. Als je de public key hebt, dan kun je zelf die DS resource records genereren. Die zijn nu ook op de publieke sleutel, dus als jullie gebruiken om een DS record te genereren, maar die bewaren jullie. Ja, die bewaren we, die registreren wij bij de domeinnaam. Dus eigenlijk doen wij, nu hebben we bij een domeinnaam, registreren we de nameservice. En natuurlijk de personen, een aantal contactpersonen, van wie is het domein en wie is de techneut en waar moet je zijn voor de administratie. En daar komt nu extra informatie bij. En dat is die publieke sleutel, maar in ons geval dus de DNS key. Het hashingsalgoritme dat gebruikt wordt. En wat voor sleutel dat is. Is het een zone signing key of een key signing key? En dat publiceren we dan in onze zone. Nee, onderdeel van het project om het stuk tussen het .domein en .nl domein DNSSEC te signen, was ook een friends and fans mogelijkheid. Dus we hebben, het was mogelijk om onder bepaalde voorwaarden jouw domeinnaam al te signen, als testtuin. Dat was een handmatig proces. Maar we vonden het heel belangrijk dat mensen al dat geïnteresseerden al konden snuffelen. Op dit moment zijn er zo'n 70 domeinen in het .nl domein gesigned. Vooral vanuit het snuffelen. En onder andere die van ons. En dat heeft meer te maken met vertrouwen. Kijk, als wij geen vertrouwen hebben in DNSSEC, dan kun je dat nooit overbrengen op de markt. Dus wij hebben gezegd, wij vinden het belangrijk dat twee van onze belangrijke domeinnamen, namelijk enum.nl en sdn.nl, dat die DNSSEC gesigned zijn. Maar straks is het dus mogelijk om alle domeinnamen, elke houder kan dan zijn domeinnaam laten signen. DNSSEC, dat is het tier 2 waar we het nu over hebben, dat moet in mei live gaan. Nou, dit is... Ja, maar Friends and Fans gaat binnenkort dicht. Als voorbereiding op die live gang. Dan zeggen we, jongens, alle friends en fans, bedankt dat jullie mee hebben gedaan. Jullie mogen blijven bestaan, maar we gaan geen nieuwe fans meer accepteren. Dan komt er een periode dat we zeggen, vanaf nu mogen ook friends en fans blijven wel bestaan, maar mogen geen wijzigingen meer doorvoeren. Dus je mag geen key rollovers en dat soort dingen meer doen. Dat is vlak voor de live gang. Dan gaan we live. Dan zorgen we dat friends en fans ook in DRS beschikbaar zijn. Of in de nieuwe versie van DRS staan. En dan gaan we live met tier 2. En dan is het voor elke registrar mogelijk om domeinnamen, gesigned domeinnamen toe te voegen. Nieuwsgierigheid. Hebben jullie al grote partijen die zeggen van op het moment dat jullie live gaan, doen wij gaan we mee? Ja, bijna ja. We zijn in gesprek met een aantal grote partijen. Nee, dat wil ik nog niet doen. Dat wordt wel bekend, maar wij willen, ons adoptieprogramma is opgericht om in het eerste jaar, na live gaan, om een groot aantal .nl domeinnamen gesigned te krijgen. En dan moet je denken aan een paar honderdduizend. Ja. En daarvoor zijn we op zoek naar, zijn we heel actief nu bezig met het benaderen van een aantal early adopters. Registrars die zeggen, wij willen graag vanaf het begin willen wij meedoen. Dat hebben we ook nodig, hè, want die friends en fans moeten straks zich kunnen terecht bij een registrar. Maar om deze aantallen ook te halen, zijn we echt op zoek naar grote registrars. Die zich willen committen om het actief aan te gaan bieden.
Nou, dit is dan ons registratiesysteem. Dat was op zich niet eens het moeilijkste. Ja. Ja. Maar de klant die geeft de public key van zijn KSK aan, zeg maar. Jullie bepalen toch van welk algoritme wordt gebruikt in het ondertekenen? Nee. Voor de. De vraag is: waarom wordt het algoritme eigenlijk geregistreerd? Want SIDN zou dat bepalen. Nee, SIDM bepaalt dat niet. Eigenlijk de DNS-operator, en dat hoeft niet per se de registrar te zijn, die bepaalt dat. Wij bepalen wel uit welke hashingsalgoritme je mag kiezen. Maar wij zijn daar niet leidend in. Het voorbeeld wat Olaf net gaf, betekent wel dat wij... Ja, maar misschien is er een misverstand. Dit algoritme is het algoritme van de sleutel. Het is niet het algoritme van DS die gegenereerd wordt. Dus dit helpt je de sleutel te identificeren. Nog even, dit is ons webinterface. Dit kan straks ook. We hebben een webinterface en een automatische interface. Een op EPP gebaseerde interface. En daar kan dit natuurlijk straks ook allemaal. De grootste uitdaging voor ons als SIDN lag hem niet zozeer in wat in ons registratiesysteem moest gebeuren, want dat is eigenlijk viel dat wel mee. Onze grootste uitdaging lag hem in het signen van de .nl-zone. Want wij hebben te maken met 4,8 miljoen domeinnamen. En de systemen en de tools die wij beschikbaar hadden, die we wouden inzetten, die konden dat in eerste instantie niet aan. Wij konden uit de eerste testen, bleek dat wij 1 miljoen gesigneerde domeinnamen aankonden. Nou, op het moment dat je zegt van dat zal allemaal niet zo'n vaart lopen en we hebben er vertrouwen in dat op het moment dat het wel een vaart gaat lopen, dat we dan wel zover zijn, dan kun je dat aan. Maar het heeft wel een risico, want als het wel een succes wordt, dan moeten we op een gegeven moment zeggen, stop. We moeten op de rem, er mag niet meer geregistreerd worden, want anders lopen onze systemen vast. Nou... Dat is opgelost. Wij zijn nu in staat om de complete .nl-zone te signen elke 2 uur. Al zou elke .nl-domeinnaam DNSSEC gesigned gaan worden. Nou, wat gebeurt er bij ons? Het is feitelijk maar een hele in het plaatje een kleine aanpassing. Want dit stuk is het DNSSEC-stuk wat erbij zit. De gegevens komen uit onze registratiedatabase. Een zonnefile-generator stelt de ongezaaide zone samen. Daarna gaat hij in een signer. Wij maken gebruik van OpenDNSSEC. Dat tool is hier volgens mij ook ter sprake geweest. Wij zijn ook actief, niet alleen gebruiker, maar ook ondersteuner van OpenDNSSEC in de ontwikkeling. OpenDNSSEC praat met een HSM, een hardware. Ik vergeet altijd de naam, hardware signature module of zo. Security, dat is hem, ja. Daar dachten we eerst dat het probleem lag, maar dat was helemaal niet zo. Dat is een... Dat is onze code, hè? Dan wordt hij gesigned, gaat hij via bestaande distributiepunten naar onze name service toe. En hier lag voor ons ook best een uitdaging, want met DNSSEC wordt de zone groter. Hè, dus de zonefile, de hoeveelheid data, die wordt groter. En dat moet nog steeds over dat lijntje, dus ook die lijntjes moeten sterker zijn, dikker zijn, om die zone elke 2 uur gepubliceerd te krijgen. Nou hebben we eigenlijk alleen nog maar gesproken over de ene kant van DNSSEC, dat is namelijk aan het resolving kant. Maar je hebt niks aan DNSSEC als je ook niet aan de... Of aan de DNS-kant, zeg maar, dat deel wat wij aanbieden. Maar je hebt er niks aan als je aan de resolving-kant ook niks doet. Als resolvers in de wereld zeggen, ja, dat is leuk DNSSEC, maar wij valideren niet. Dan heb je nog steeds niks. Dan kunnen wij heel mooi een chain of trust bouwen. Maar het wordt niet gecheckt.
Dus de resolving kant is minstens net zo belangrijk voor ons en voor de adoptie van DNSSEC als het aanbieden van DNSSEC wat wij doen bij de registratie. Voor ons best lastig, want wij hebben hele goede contacten met de registrars, met de partij die domeinnamen registreert. Maar de resolving kant ligt bij de ISP's. Ja, en daar hebben we veel minder contact bij. Wat doen we daarvoor? Dat is onder andere dat we heel betrokken zijn in het verkondigen van de DNSSEC-boodschap. Zowel vanuit onze technische adviseurs. De reden waarom ik hier sta is ook om die reden, omdat we DNSSEC willen promoten. We stimuleren registrars die vaak ook, of in een aantal gevallen ook, de ISP-kant vervullen. Met kennis en support. Dus we bieden onder andere opleidingen aan met behulp van andere personen. Maar ook doordat wij met een aantal partijen gewoon rechtstreeks met onze techneuten daar kennis brengen. En we proberen ook de internetcommunity te stimuleren met tools. En een van die tools heeft mijn collega gemaakt. Die kun je vinden op deze, via deze link. En als je daar naartoe gaat, dan kun je kijken of de provider waar jij gebruik van maakt, of die validatie aan heeft staan. Dus dat zegt nog niks of je echt een DNSSEC domein gebruikt, maar daarmee kun je checken, hey, mijn ISP heeft de validatie aanstaan. En onder andere begreep ik dat het mobiele netwerk van T-Mobile heeft het resolving al aanstaan. Dit is vooral ook een stukje vraag creëren. Samenvatting van dit verhaal. DNSSEC dicht een gat in DNS. En dat vinden wij heel belangrijk, want DNS, daar zijn wij voor verantwoordelijk. SDN staat voor een veilig .nl-domein. En dat is ook de reden waarom wij proactief aan de gang zijn gegaan met het aanbieden van DNSSEC. Er zitten twee kanten aan. Dat is signen en valideren. Wij hebben vooral invloed op het signen. We proberen ook middels de boodschap brengen de validatiekant te stimuleren. DNSSEC levert een beveiliging, het dicht het gat door middel van publieke sleutels. En omdat de roots ongezeind is, het .nl domein al gezeind is, hebben we een chain of trust waardoor ook het onderliggende .nl domeinnaam nou gereed is om gesigned te worden met DNSSEC. Wat doet het niet? Minstens net zo belangrijk. Want het is nog steeds mogelijk om in die boodschap te kijken die over het internet gaat. Het biedt geen beveiliging tegen DOS-attacks. Er hoort eigenlijk achter staan, sterker nog. DNSSEC maakt het makkelijker. En maak je gevoeliger daarvoor. Het biedt ook geen bescherming tegen phishing, tegen farming, tegen typo squatting. Dus tegen een andere manier om mensen te lokken naar een valse website. En het is zeker geen alternatief voor certificaten. Het enige wat je zeker weet is dat de domeinnaam die jij wil bereiken, als die DNSSEC gesigned is, dat daar waar je uitkomt, dat het ook precies de goede is. Dat je daar niet genept wordt. Dan heb ik hier, dan is het nu tijd voor vragen. En ik heb hier een aantal links, handige links. Waar je voordeel mee kunt doen als je aan de gang gaat met DNSSEC. Er staat informatie over DNSSEC. Er staat onder andere die checker die ik je liet zien. Als je kunt kijken, kunt valideren of jouw ISP de validatie al aan heeft staan. Er staan ook links in, dat is wel een leuke, een debugger link. Of dan moet ik even goed kijken welke het ook alweer was. De www deze. Field.org. Als jij bezig bent met je validatie aanzetten, zeg maar, en je kunt dat domein bereiken, dan klopt de validatie niet, want dan had je daar niet mogen komen.
Zijn er vragen? Hoe geef je jullie op voor? Als we een sec gaan doen. Ja. Jullie zijn houders van de domeinnaam, ga ik nou vandaan. Dat gaat dus via onze registratie. Wij zullen op deze website even kijken. www.sidm.nl/over.nl/dnssec. Straks gaan publiceren wie die early adopter registrars zijn. En daar kun jij terecht om met jouw domeinnaam te zeggen, ik wil gesigned worden. Zij gaan het ondersteunen. Meer vragen, of opmerkingen, aanbevelingen. Nou, dank jullie wel.